Heb jij nog 1 minuutje? Hebt u ook nog 1 minuutje? Ja? Dat is een wals. Dat is een wals en daar kan ik altijd zo moeilijk inkomen. Probeer hoor. 1, 2, 3. 1. Geef het eens goed aan, jongens. Ja, ja, dankjewel. Hebt u 1 minuutje, 1 heel klein minuutje, red ik het in 1 minuutje. 1 minuutje, blijft u nou nog 1 minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dan kennen ze me niet. Geef me dus 1 minuutje van uw kostelijke tijd, dan is de feit, dan zing ik even de Minutenwals. En maar ik hoop, gaat dat niet al te vals. Het kost me enkele jaren van mijn leven, even slapeloos, doordat de nacht is gewoon iets vrij. Ze mag ik dan ook niet verwachten, u weet wel, ik zing de snoze voering uit mijn kelen, longen uit de naad gescheurd. Dan heb ik toch mijn zingen en de weddenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de centen. Maar het zuid om te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de ballen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen, dat ik hem tekort. Wel heb ik maar moe, als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik naar die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje rotzooi met Chopin's Minutenwals. Even rust mijn arme hals, want ik ben al bijna platgewalst. Hoe zou het nu de tijd vergaan? Nog niet halverwege en al ver achteraan. Hebt u 1 minuutje, 1 heel klein minuutje, red ik het in 1 minuutje, 1 minuutje. Blijft u nou nog 1 minuutje, dan zing ik voor u de Vendex International Minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dat kennen ze me niet. Ik zet de warenhuizen dus maar eventjes vooraan, dat is zo gedaan. En dan de Ede en het NTI, de ASB vanzelf een apathie. Van Redik Stoutenbeek, een mondileder aan de basis, maak een lecturame. Telekijks op niks als geen autorama. Van de Polis, van Dorado, van de pakken, ga zo nog maar even door, meneer. Dan heb ik voor u ter Meulenpost een superdoe en zadel. En Bakker Continental. Fijne project in richting en natuurlijk van de Graaf en D van Troost, proost. Nou, dat gaat niet kwaad, het gaat een stukje beter. Nu nog Sibel Lucker die het staan is streter. Nee, dit gaat niet gek, zo omega en tik zo kort een perisport. Maar we moeten fort. Als u mij hoort zingen van die vestigingen, kunt u niet beweren dat ik met die dingen. Maar een beetje rommel maken voor de drommel, ik vergeet Maurice de Hond. Ik kan haar tegen ballerina's beren sterk. Het is voor haar echt maar het kleine werk. Ze was zich schoon zonder te pluizen. Mocht ze dan per ongeluk iets zijn vergeten, plank het bad, het douche, hoe het ook mag heten. De ballerina heeft een lol dat in de wasbak en ze zuigt zich bal. Ballerina's groot en geel. Ballerina kan heel. Hebt u 1 minuutje, 1 heel klein minuutje, red ik het in 1 minuutje, 1 minuutje. Luistert u nog 1 minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenwals. Ze zeiden dat gaat mis, dat lied, maar dat kennen ze me niet. Ik heb de technische voorzieningen zo net gecheckt. U zijn perfect, ziet u die gouden glans in mijn gezicht? Ik heb vandaag het schitterendste licht. En het geluid is ook van grote klasse. Let u verder op de kleurenbeelden van die mooie televisiebeelden. En dan zult u het beamen. Jasperina heeft haar zaken technisch prima voor elkaar. Hoe dat komt door Philips, want dat is mijn vaste keuze. Ach, bestaat er op de wereld nog zo'n tweede onderneming? Nee, die vind je nergens naar mijn idee, nee. En ik hoef het dan ook nauwelijks te betogen. Philips heeft een fonkelnieuwe slogan. Die fenomenaal is, internationaal is. Maar voor dit gezang is hij een beetje lang. Let's make, zo begint het, let's make. En ik vind het een sublieme regel, ja. Let's make things better. En let's make things better is geen dode letter. Nee, dat is volkomen waar. Let's make things better. Yes, kwaliteit hoort altijd voorop te staan, ja. Maar Philips denkt ook aan de kwaliteit van het menselijk bestaan. Nog een handje voor seconden heb ik uitgevonden. Ik heb amper nog een half minuutje. Nog een handje voor seconden heb ik voor mijn slotdispuutje. En dat vind ik niet bijzonder veel. Ik hoop maar dat u zult onthouden wat ik u tot slot wil toevertrouwen. Dat er ook nog dingen spelen naast het commerciële. En wanneer je ooit let's make things better vrij vertelt, dan ben je niet zo ver verwijderd van wij zorgen voor elkaar. Zorg voor elkaar, ja zeker. Daarom willen multinationale moneymakers zoals Philips financiële steun verlenen aan humane zaken die de wereld beter maken. Immers beter maken geldt voor allerhande zaken, voor de apparaten bij u thuis. Maar modern beleid en kwaliteit geldt ook voor het Nederlandse Rode Kruis.